Goedemorgen deze morgen. Ik ben net wakker geworden en ik heb mezelf al klaargemaakt. Zoals je kunt zien, mijn make-up zit erop. Omdat ik zo meteen ga werken aan mijn blog. Ik moet foto's maken, dus dan moet mijn foundation er wel op zitten. Ik ga lipproducten testen, lipsticks en zo. En ja, ik heb ook mijn mascara al gedaan, want ik hoef geen mascara te testen. Maar misschien dat ik nog een oogschaduwpalet ga testen. Dus die wil ik ook kunnen aanbrengen op mijn ogen. En mijn wenkbrauw heb ik ingetekend en that's it. Mijn haar was al gedaan. Dat heb ik gisteren gedaan. Toen heb ik het gesteld. En ik heb net gewoon een beetje uitgekamd. Ik heb wel iets aan. Het lijkt alsof ik top gewoon niks aan heb, zeg maar. Maar dit is een strapless jurk. Zal ik straks even laten zien in de spiegel. Die is van de H&M. En ja, ik heb voor vandaag dus gepland om te bloggen. En vanmiddag komt hier iemand ons kunstgras leggen. En zoals ik jullie al een tijd geleden had verteld, wilden wij heel graag kunstgras in onze tuin. Want het zag er niet uit. We hadden echt gras wat geen gras meer was. Want we hadden paardenbloemen er doorheen en allemaal onkruid. En het was niet meer te redden. Dus toen hebben wij besloten om kunstgras te nemen. En wij hebben via kunstgrasconcurrent een heel mooi gras binnengekregen. En dat moet dus nog gelegd worden. En via hun hadden we dus ook iemand gevonden die dus dat kan doen voor ons. Dus dat is helemaal super. Dan hoeven we dat niet zelf te doen. Dat scheelt ook weer heel veel tijd en werk en dingen inhuren en zo. Dus dat wordt vanmiddag gedaan. En dan ga ik jullie ook laten zien hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Want dat is wel leuk voor jullie om te zien hoe onze tuin er dan uitziet met kunstgras. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik ga eind van de middag nog even langs mijn zus om daar wat te eten. En dan ga ik jullie ook gewoon meenemen. Dus ja, ik ga nu eerst even ontbijten en dan beginnen met mijn dag. Ik zal jullie gelijk even laten zien welke lipstick ik vandaag draag. Want daar is echt super vaak vraag naar. En dat is deze van L'Oreal, de Color Reach Matte. En dan 640 Erotique. En het is een heel mooi nude kleurtje. Die heb ik een tijd geleden bij een persevent gekregen. Kijk, hoe mooi is dit. Het is gewoon mijn lipkleur, maar dan net iets donkerder en beter. En mijn naam staat er ook op. Hoe leuk is dat? Op de huls. Superleuk. Dus dat is de lipstick die ik vandaag draag. En die is gewoon als het goed is nog verkrijgbaar. En dan zal ik jullie ook gelijk het parfum laten zien die ik vandaag op heb. En dit is mijn nieuwe parfum van Guerlain. De Le Petit Robe Noir, als ik het goed uitspreek. Dit is Frans en ik ben niet zo goed in Frans. Maar dit is in ieder geval wat erop staat. En dit is een hele lekkere zomerse, frisse, maar ook wel zoete en bloemige geur. Dus die heb ik vandaag op. Ik zit nu even op de bank met mijn laptop op mijn schoot en ik ben bezig met mijn mails. Het is best wel wat, dus dat moet ik allemaal gaan wegwerken vandaag. En intussen wacht ik tot het kunstgraslegger hier komt. Die kan hier ieder moment zijn. En dan wordt dus onze tuin gedaan. En ik ben echt super blij dat het eindelijk gebeurt. Dus ik wacht hier met smart op hem. En dan ja, gaat het gebeuren. En dan ga ik jullie straks laten zien wat er allemaal gebeurt. Ik kan niet alles filmen, want die persoon wil niet in beeld. Maar kleine shots tussendoor ga ik filmen. En natuurlijk het eindresultaat gaan jullie ook straks zien. Ik heb net een leuk pakketje binnengekregen van My Little. En dat is een hele leuke webshop die nog niet zo heel erg lang bestaat. Maar wel super leuke items heeft. En dit is de link mylittle.com. En kijk hoe leuk dit kaartje is die erbij zit. Wat ben je mooi vandaag en gisteren trouwens ook. Dat vind ik echt heel leuk dat ze dat erbij heeft gedaan. En ja, ik ga even laten zien wat erin zit. Ik ben zelf ook heel benieuwd wat ze uiteindelijk heeft opgestuurd. Want ik had gewoon wat dingen doorgestuurd naar haar die ik leuk vond. Dus dan weet je natuurlijk ook niet wat er uiteindelijk binnen gaat komen. Oké, deze wist ik wel. Het is een hele mooie strakke jurk. En die is dan strapless. Wacht, ik ga hem even openmaken. Straks ga ik het aan jullie laten zien. Ik ga eerst even alles uitpakken. Ze heeft ook nog hele leuke oorbellen opgestuurd. En hier zitten van die veertjes aan. En dit vind ik persoonlijk heel erg leuk op vakantie. Als je een beetje zo'n, ja, je haar wat wilder zit. Van het strand, zeg maar. En dan zulke oorbellen in. Dat maakt het helemaal bohemian-achtig. Dus die vind ik echt super leuk dat ze die heeft opgestuurd. Dat hoopte ik al. Dat is zo'n rompertje. Nee, een jumpertje of een jurkje, denk ik. Oh, wauw. Ik vind die print super leuk. Die heb ik al vaker voorbij zien komen. Dus dat is wat ik heb binnengekregen. En ik zal het ook even aantrekken. Dan kunnen jullie gelijk zien hoe dat staat. Dit is de eerste jurk. Ik heb hem even voor jullie aangetrokken. Zodat jullie een beetje een idee hebben hoe die eruit ziet bij mij. Dit is een gestreepte jurk met stretchstof. Dus het zit heel comfortabel. En hij is ook niet dik. Dus de stof is gewoon lekker luchtig voor de zomer. En je moet zeg maar je armen hier doorheen steken. En dan heb je een soort van flap die dan over je armen heen zit. En dat ziet er heel chic uit. Ik ga deze sowieso meenemen op vakantie. En dan een mooi paar zwarte hakken eronder dragen. Als ik bijvoorbeeld uit eten ga of zo. Dat vind ik echt heel mooi daarvoor. En de achterkant is ook mooi. En dan heb je echt zo'n blote rug. En dat vind ik ook leuk met mijn tattoo nu, dat je die dan ook kan zien. Dus dat is de eerste jurk. En dan ga ik nu even de andere aantrekken, zodat jullie ook een beetje weten hoe die valt. Dat is trouwens een jumpsuit, die andere. En dit is het andere item die ik heb ontvangen van My Little. En dit is een playsuit. Zo moet je het geloof ik noemen. Niet een jumpsuit, maar een playsuit. Want hij is kort.
Hij is wel vrij kort, moet ik zeggen. Dus ik zou het persoonlijk niet dragen naar de stad of zo. Ik zou het denk ik alleen dragen naar het strand met een bikini eronder, witte bikini. Want het is ook een hele luchtige stof, dus dat kan echt prima. En dan heb je hier zo'n strikje eraan met van die touwtjes, echt super leuk. En ik vind die blauwe print ook heel apart. Het doet me een beetje denken aan Griekenland. Ik weet niet waarom, maar ik denk gewoon door die bloemen of zo. En door de kleur en de print hier bij de mouwen. En aan de achterkant heb je ook een rits, maar die kreeg ik niet dicht. Dus dat laat ik maar even open. En ja, dat is dus het playsuitje. Kenzo is echt al de hele dag aan het slapen. Ben je zo moe dan? Hij heeft gisteren in de tuin gespeeld. En als hij in de tuin gaat spelen, dan is hij de volgende dag echt super moe. Omdat hij het heen en weer gaat rennen en zo. Maar de hele dag lig je te pitten. Lekker gezellig weer, hè? Poepie. Yay, al het gras is eruit. En nu moet alleen nog het kunstgras gelegd worden. Maar het ergste is gedaan, want dit was zo ernstig. Ik heb het niet voor laten zien, dus hoe het ervoor uitzag. Maar dat had je ook niet willen zien, want het was echt een oerwoud. Dus dat hebben ze net leeggeschept. En daar komt straks dus kunstgras op. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien zometeen. De tweede laag zit erop, al het zand. En nu moet alleen nog het kunstgras erop hierna. Oh, het moet ook nog glad gestreken worden, toch? En meteen is onkruid weg aan het halen. Harde werker. Dat is echt heel ernstig hoor. Ik ben geraakt door een brandnetel. Brandnetel? Dat kan je niet zien. Oh, jawel, je krijgt een kleine bultjes. Ik zit nu in de auto zoals je kunt zien en ik ben van plan om naar mijn zus toe te gaan. Die vroeg of ik even langs wilde komen en ze heeft nog een bikini voor mij en ik heb voor haar mijn camera meegenomen, want die neemt zij over. En ik heb intussen ook een nieuwe camera en die ga ik jullie later wel even laten zien. Maar Dwayne die is nog thuis gebleven, want die blijft bij die persoon die dus bezig is met onze tuin. En dan kom ik straks thuis en dan zie ik gewoon de tuin die helemaal af is. Dus ik ben heel benieuwd. Maar eerst eens even langs mijn zus en ik ga jullie ook meenemen. Dan kunnen jullie mijn neefje ook gelijk weer zien, want daar vragen jullie altijd naar. Ik ben net aangekomen bij mijn zus en we hebben gelijk lekker eten besteld. Dus dat gaan we nu opeten. Wat ik heb weer besteld, Thais, hè? Yes. Ja, Thais eten. Lekkere nasi. En hoe dit heet, weet ik niet eigenlijk. Aardappel met pinda en Oh, het ziet er super lekker uit. Ja, kusje doen. Oh, zwaaien. Doe maar kusje. Nog een keer. Na. Na na. Na na. Na na. Na na. Na na. Papa. Mama. Mama. De tuin is klaar. Yay, we zijn super blij. Ik ga iets laten zien nu. Dus maak jezelf klaar voor onze nieuwe tuin. Het enige wat nog moet gebeuren is dit stuk. Hier wil ik nog planten in en zo. En dat moet nog een beetje omgespit worden. Maar dit is helemaal af. Maar kijk hoe mooi dit gras is. Het lijkt gewoon echt. Kijk. Je ziet niet dat het nep is. Alleen van ver af is het gewoon heel kort natuurlijk. En echt gras is niet zo kort, maar ik vind het veel mooier dan hoe het was. En het is gewoon strak, fris en schoon. Kenzo vindt het ook helemaal leuk daarachter. Kenzo! Hey! Kenzo! Kom eens! Kom eens, schat! Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Kom! Kijk. Kenzo die moet even wennen, want die is nu al zijn sprinkhaantjes kwijt. Maar die vindt het gras wel leuk hoor. Dit is trouwens mijn nieuwe camera die ik onlangs heb aangeschaft. En zoals ik net ook al zei in de auto, toen ik in de auto zat, heeft mijn zus nu mijn oude camera. En ik heb haar gewoon echt alles gegeven, dus ook mijn lens en zo. Want ik wilde gewoon een hele complete nieuwe lens en een nieuwe body. En het is de Canon EOS 700D geworden. En daarbij heb ik een 1750mm lens. En deze heeft Giami ook. En ze zei dat hij echt super fijn was. Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem nu gewoon aanschaffen. Want ja, ik had alleen een 50mm lens. En die vond ik ook heel fijn, omdat die heel licht was. Maar deze die is eigenlijk gewoon net zo goed. En dan kan je dus ook van ver af foto's maken, maar ook van close-up. Dus je kan gewoon inzoomen hiermee. Dus dat vond ik wel fijn. Dat is eigenlijk gewoon een 50mm lens en dan nog een normale lens in één. Dus dat is wel handig voor outfitfoto's bijvoorbeeld, maar ook voor video's. En ik heb er dan ook nog zo'n zonneklep bij. Dat vind ik ook wel handig voor als we op vakantie gaan. Dan heb ik niet te veel overbelichte foto's. En ik ga waarschijnlijk nog wel de 50mm lens hierbij nemen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Want ja, deze doet het net zo goed naar mijn idee. Maar voor productfoto's is het soms wel handig om die 50mm te hebben. Omdat die gewoon heel licht is. Maar deze ja, is gewoon echt super fijn. En ik ben er heel erg blij mee. Dus mijn nieuwe baby. Het is alweer 11 uur en ik lig inmiddels in bed.
Ik heb net gedoucht, mijn make-up eraf gehaald en mijn pyjama aangetrokken. En ik ga zo meteen lekker slapen. Maar ik was jullie helemaal vergeten te zeggen dat ik trouwens ook nog een kortingscode heb weten te regelen voor het kunstgras. Mocht je zelf verhuizen of nog je tuin willen doen, dan heb je daar misschien wat aan. Ik kan namelijk 10% korting geven aan jullie met de code TILSTRA2015. En dat was ik net helemaal vergeten te zeggen aan jullie, maar nu heb ik het toch nog even vermeld. En ik zal de code ook nog in de beschrijving hieronder zetten. En ook de link van het kunstgras die wij hebben uitgekozen. Want je hebt heel veel verschillende soorten, maar wij hebben Washington. En dat is toch wel de mooiste, vind ik. Maar ja, je hebt natuurlijk ook nog heel veel andere. Ik ga nu lekker slapen en de vlog dan ook bij deze afsluiten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik allemaal heb gedaan vandaag. En dat jullie natuurlijk ook de tuin hebben gezien, het eindresultaat. Waar ik super blij mee ben. En ja, jullie zien mij heel snel weer in de volgende video.